Mazda biedt verschillende audio-entertainment systemen voor uw auto. Als uw auto is uitgerust met een ander audio-entertainment systeem dan wordt getoond in deze video, raadpleeg dan uw instructieboekje voor aanvullende informatie. U kunt uw audio-installatie bedienen met behulp van deze knoppen. Het aanraakscherm, de HMI-commander of de audioschakelaars op het stuurwiel. Sommige talen ondersteunen ook spraakopdrachten. Als u de audio-installatie wilt bedienen, drukt u op de Power Volume-knop om de audio-installatie in of uit te schakelen en draait u aan dezelfde knop om het volume aan te passen. Als u het display wilt aanpassen, drukt u op de knop Setup om het instellingenscherm weer te geven. Tik nu op de tab Weergave om het item te kiezen dat u wilt wijzigen, zoals helderheid, contrast, etc. Als u Bass, Treble, Balance, Fader of andere geluidsinstellingen wilt aanpassen, druk dan op de draaiknop voor de audiobediening of tik op de tab Geluid om de items weer te geven die u wilt wijzigen. U kunt zoeken naar AM of FM radiozenders door op de audioknop te drukken of door op het scherm te tikken op de tab FM of AM en vervolgens handmatig te draaien aan de afstemmingsknop. Als u de HMI-commander wilt gebruiken, kantelt of draait u deze om de cursor te verplaatsen naar het pictogram dat u wilt weergeven. Druk vervolgens op de HMI-commander om het geselecteerde scherm weer te geven. Een andere handige manier om het audio-entertainment systeem in uw auto te bedienen is via de audioschakelaars op het stuurwiel. Druk op de zoekschakelaar om naar het volgende of voorgaande opgeslagen station te gaan. Als u de zoekschakelaar ingedrukt houdt, gaat u naar het volgende radiostation, of deze nu ingeprogrammeerd is of niet. De zoekschakelaar kan ook voor andere media worden gebruikt, zoals USB-apparaten of CD's. Indien beschikbaar, kunt u ook audiobediening activeren met uw stem door op de sprekentoets op het stuurwiel te drukken en een opdracht in te spreken na de pieptoon. Het systeem geeft een lijst met beschikbare opdrachten weer. Het is belangrijk dat u op een duidelijke, natuurlijke manier spreekt. Spreek niet te snel of te langzaam. Zeg bijvoorbeeld modus wijzigen, gevolgd door het medium dat u wilt afspelen. Zeg bijvoorbeeld FM-radio om te schakelen naar een FM-zender of zeg CD om te schakelen naar de CD die is geladen in uw CD-speler. Raadpleeg uw instructieboekje voor een volledige lijst met opdrachten. Uw auto is uitgerust met een USB-poort en een extra AUX-ingang, waarmee u uw iPod, USB-apparaat of draagbare audiospeler kunt afspelen via de audio-installatie van de auto. Sluit uw apparaat aan, schakel vervolgens de audio-installatie van de auto aan, druk op de audio-knop en selecteer vervolgens de tab AUX of USB. Wanneer u de USB-poort gebruikt, kunt u de audio-installatie of de schakelaars op het stuurwiel gebruiken om het aangesloten USB-apparaat te bedienen. Wanneer u echter de AUX-ingang gebruikt, bedient de draagbare audiospeler de muziek, alhoewel het volume kan worden aangepast met de bedieningsknoppen van de auto. Om te kunnen genieten van de hoogste audiokwaliteit in uw Mazda zijn sommige modellen uitgerust met een Surround Sound Bose audio-installatie met 9 speakers die speciaal is ontwikkeld voor deze auto. De 9 speakers zijn inclusief 3 speakers in het dashboard, 2 woofers in de voorportieren, 2 speakers in de achterportieren en 2 achter de achterbank. Raadpleeg uw instructieboekje voor meer informatie.